En een uh, capsuletje met visolie uh, erin. Daar moet je dus één ding moet je daar dus niet mee doen. Vertel, ik voel me hier nog een beetje achter mijn kiezen oh, Ja, wat ja, moet je niet doen? Ja. <laughs> Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over. slimmer presteren met extra visolie. Zinvol supplement? Minimaal één keer per week vette vis eten is goed voor je. Daarnaast kun je ook capsules met visolie erin slikken. Wat doet dit precies in je lichaam? Bevordert extra visolie de sportprestatie of het herstel na inspanning? En kan het misschien ook kwaad? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jugge! Hey Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn om hier weer lekker in onze eigen studio te zitten na het avontuur van vorige week in het Sportlab. was leuk, hè? Het was er ja. nog steeds fris. Ja. Hier uh, begint uh, de lente echt kracht aan, aan kracht te winnen. We gaan richting de zomer. Ja. De dag dat deze aflevering uitkomt is het vrijdag 26 mei. Woo! morgen. Je bent er klaar voor. Springen we de plomp in in Eindhoven? Ja. De eerste triathlon race van het seizoen. Is het een kwart voor je, denk ik. Het wordt een kwartje bij de uh, uh. Uh, ja, uh, nee, uh, boe, dat zijn details. thuis. <laughs> en dan moet je toch allemaal weten. Ja, ja. Het, is, uh, het is in ieder geval, volgens mij is het een kwart. Dus ja. uh, duizend meter zwemmen, 42 kilometer fietsen zag ik en uh, dan nog 10 kilometer lopen. Rondom uh, de roeibaan in Eindhoven bij de de ja. studentenroeivereeniging TETA. Denk je wel wat extra uh, een, een middeltje nodig ja, te hebben? Ja, wat heb je daar in je hand? Dus super het leuk sup langs de, de visolie omega 3. Nou, misschien kom ik wel vis tegen in het water. Nee, kijk, dat heb je het niet nodig, hè? Maar, nee, uh... we gaan op zoek naar het antwoord op de vraag... wat is dat in dat potje, visolie? Waarom is het gezond? Is het nodig dat fanatieke sporters er extra van nemen? Wat zijn de fysiologische effecten precies? En zijn er ook nadelen? Ja. Ik vind het belangrijk om te zeggen... want ik heb recent andere podcasts gehoord over supplementen en voeding... en die werden gesponsord. Ik wil extra onderstrepen dat wij alleen maar gesponsord worden... door vrienden van de show... Die uh, graag doneren. Ik ga straks weer een paar nieuwe vrienden vieren. En uh, door natuurlijk Live Online Events. Ja. Die de productie uh, kosten sponsort. Nee, dat is dus meteen een dingetje. Dit kostte mij gewoon 16 euro. Hè, ja, je hebt hier een potje met hoeveel ja, pillen? 60 pillen. Ik denk, 60 pillen, mee, 16 euro. Totdat je het goed leest. Dan zeg je, ja, dat wordt aanbevolen. Je moet eigenlijk twee pillen per dag. Oké. Okay. Dus ben je 16 euro per maand. Een, per maand. Ja. Nou, als je dat een jaar slikt... Dan kan je best wel aardige uh, dus schoenen uh, kopen, misschien. Dan of een Strava uh, Pro-abonnement. Ja. Of uh, inderdaad een paar mooie schoenen bij een jaar. Dus, dus relevant om het, onszelf de vraag te vragen uh, ja, stellen: zeker. is dit uh, ja. zinvol of onzin? Ja. Laat maar bij het begin beginnen. Want Wat jij, jij slikt ze niet, dus? Ik heb ze geslikt. Ah. Ging natuurlijk over naar nu niet. Dus nee. antwoord: nu niet. Oké, okay. in welke dit geld periode in je leven? Ja, dat is uh, volgens mij alweer een jaar of 15 geleden. Ah. Toen uh, kwam ik in mijn werk als uh, presentator-dagvoorzitter op een evenement, op een congres. een uh, psycholoog tegen. En die had zo'n pot als relatiegeschenk. <laughs> ah. Want, uh, maar daar komen we misschien zo op. Ja. Volgens mij, wat ik altijd dacht: omega-3 is goed voor je hersenen. Uh -huh. Dus hij zei: Nou, uh, zet je brein uh, de, in de. Het was Engels, dus ik ga ja. niet Maar die, die, die had dus zo'n potje, precies zo'n potje. En daar had hij zijn eigen sticker van zijn eigen merk op. En dat deelde hij dan uit. En dat kreeg ik toen. Dus dat heb ik zo'n pot van leeggefroten. En toen heb ik dat wel een paar keer gekocht. Onder het mom dat ik dacht: Ja, goed voor je brein. Ik merk er eigenlijk niks van. Maar baat niet. Dan schaadt ja. het niet. Nou maar dan ja, ik dus uh, jij het nog steeds dat, best wel helder. Dus ik denk dat. Wie weet, heeft dat <laughs> nee, toch al. Dus ik gebruik ja. niet. Gebruik jij het? Nee, ja, maar ja, ik ben bewust. Een... Of onbewust. Uh, nou, ik heb natuurlijk een beetje een weerstand tegen pilletjes. Waarom? Sowieso. Nou, ja, waarom? Waarom zou je iets uh, uitgeven aan, aan iets waarvan misschien niet is bewezen dat je er extra wat aan hebt? Ik, uh, ik hou heel erg van vis. Ja. Dat scheelt denk ik ook wel. Ja. En uh, nou ja, kijk, ik persoonlijk uh, richting sporters vind ik toch wel, heb ik altijd zoiets, ja, uh, hoezo een pilletje uh, moeilijk doen over doping, pilletjes, en dan allerlei supplementen wel slikken of zo, alsof dat allemaal wel dan normaal is. Ik vind dat altijd een beetje een grijs gebied van, en dan misschien is de drempel naar uiteindelijk een pilletje waar wel iets in zit, wat toevallig op die dopinglijst staat. Ja, volgens mij is het allemaal... Ja, dat heb ik jou wel eens horen zeggen, ja. Als je, als, en, en ik... Waarschijnlijk zijn veel mensen die hiermee oneens, maar ik vind het toch wel een mooi beeld. Als je jezelf aanwendt of als je het normaliseert ja. om allerlei pillen en poedertjes uit pakjes en zakjes te pakken, ja. dan is op een dag een keer het verkeerde pilletje daaraan toevoegen laagdrempelig. Vooral misschien met het idee van dat je ook, ook een naïviteit, dat je zegt, en je hebt onze podcast geluisterd, dat je zegt, ja, maar ja, 80% wat op de dopenlijn staat, werkt niet, of is niet aangetoond. Mm. Dus kan ik dat ook gaan aannemen? Uh, met de kans, ja, kijk, wij zijn geen profs, maar dat je toch bij een dopingcontrole uh, 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 ja, uh, gepakt wordt, loopt. tegen ja. de lamp loopt. Dat is één. Uh, en, en de tweede is denk ik, ja, uh, nou ja, kosten. Waarom? waarom zou je je geld dan uitgeven? Ja. ja, nou laten we maar eens uitzoeken. Ik verwijs nog even naar het begin van seizoen drie. Daar kun je ook op onze website vinden. Dat is een pagina van de Doping Specials. Hebben wij acht afleveringen lang echt. Alle ja. kanten van doping belicht. Als je dat interessant vindt, ga dat vooral. Nou, en ik vind het toch goed te melden. De, 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 de onderzoeken die bijvoorbeeld in sportscholen worden gedaan, hè? Ja. Ja, uh, Luc Hilkes, die hebben wij uh, in de aflevering gehad over die botgezondheid. Ja. Die doet daar uh, best wel wat onderzoek aan. Ja, die dat zijn echt schrikbarende getallen die je daar ziet puur van supplementen die genomen worden. Ja. Ja, 80% neemt gewoon eiwitpoeder bijvoorbeeld. Hè? Ik ja. bedoel, maar nou, hebben natuurlijk ook. Ik het al het over gehad. niet heel nou zinvol. Ja. Ik bedoel, daar is het echt schering en inslag. Maar dan zie je daar ook dat daar toch wel een percentage, ja, misschien 5 à 10 procent, echt ook. Ja, anabolen dan erbij slikt. Zeg maar. Ja. Dus ik bedoel, ja. het is meer dat ik denk van het lijkt zo gewoon van je moet sporten. Oh, dan moet je daarbij een, een Spullen supplement pakken. nemen. Ja. ja. Nou. En daar uh, wil ik eigenlijk uh, mensen toch uh, ja, nou ja, voor waarschuwen. Nou, Jij, -jij betoogt uh... de kritische houding ja. tegenover pillen en potjes. Ja. Nou, laten we deze pillen maar eens verder onderzoeken. Concrete ja. aanleiding was een mail van Marike de Doelde. Dankjewel Marike dat je ons mailde. Vast alweer een poos geleden, maar uh, nu staat hij dan op de agenda. Zij schreef, veel hardlopers eten visolie. Is dat nuttig? Nou, ja. dat is precies wat we nu gaan beantwoorden. Ja. Dus laten we maar bij de begin beginnen. De basis. Wat is visolie? Ja, visolie is uh, natuurlijk. Het heeft iets met vis te maken. En uh, wat vaak daarbij vermeld wordt in combinaties omega-3. En omega-3 zijn eigenlijk vetzuren. Ja. En, uh, of vetzuurketens. Uh, en waarbij die. Ja, het gaat om meervoudig uh, onverzadigde vetzuren. Okay. En even. Ja, uh, jij en ik, uh, volgens mij, weten wel de. Wat zijn de kwalijke vetzuren? Dat zijn de verzadigde... Ik moet dat ik dat niet zo ah. heel goed weet. Dus leg me dat alsjeblieft okay. nog een keer uit. Een vetzuur... Want ik eet bijvoorbeeld volle overtuiging, volle yoghurt. Heb ja. ik hier al vaak genoemd. Onder het mom. Je moet ook vet aan je lichaam aanbieden. Want dan ja. leert het dat verbranden. Ja. Maar ik ben af en toe... Ik pak net zo makkelijk chips, zeg maar. Want dan denk ik, ja, dat ja. ja, is ook vet. Ja. Maar dat klopt niet helemaal. Nou, er he? is er een hele discussie geweest over het ja, goed vet en, en slecht vet. Ja. Nou, los van ja, de cholesterol, goed slecht. Nee, wat uh, als je kijkt naar een vetzuur, ja, uh, dan is dat opgebouwd uit een, uh, een lange keten van C's, koolstof. Ja, we gaan even op moleculair ja. niveau kijken. En ja? aan de aan de aan één einde zit in ieder geval een, een carboxy of carboxylgroep, COOH. Ja. Oké. Okay. En nou, daar aan vast zitten dan allemaal C's. En dat ja. kunnen er drie zijn, maar ook twintig. Ja. En dan gaat het erom, de meeste C's hebben dan een haatje. Ja, en een waterstofmolecuultje. Ja, en als al die C's een haatje hebben, dan praat je over een verzadigd vetzuur. Ja. En daar komt eigenlijk op neer, die kan niet veel. Dat kan. Dat die kan niet echt goed reageren. Die is okay. gewoon een beetje inert. Ja. En op de een of andere manier zijn allerlei studies, epidemische studies, laten zien van, hey, als je daar te veel van inneemt, verhoogt dat de kans op hart- en vaatziekten, of dat is het ongezonde vet. Ja. Maar er is ook een serie uh, dus meervoud of onverzadigde vetten. En wat dan interessant is, die hebben dan niet bij elk. Koolstof een waterstof. Ja, dus je hebt een soort open haakjes. Ja, maar dat zou, er wordt dan een dubbele binding tussen de koolstof. Okay. En dat, dat is. Uh, en, en daardoor kunnen ze in je lichaam wel van alles ja, doen. Wat heel makkelijk, worden. wat in ieder geval gebeurt, is dat heel makkelijk een ootje een zuurstof aanbindt. Ja. Dan wordt het geoxideerd. Ja. En ja, daar komen we misschien wel op. Dat kan denk ik verklaren dat het dus het wordt gemodificeerd... en daarmee kan het andere rollen spelen. Dat in ieder geval een rol lijkt te spelen in... Uh ja, als antioxidant in ja, het uh, dat lichaam. Dat is een term ja. die, dat, uh, die we veel vaker bijhoor, voorbij horen komen. Ja, eigenlijk. Als onderdeel van het metabolisme wordt van alles geoxideerd. Iets ja. met zuurstof verbrand. Ja. En dan komt, uh, ja, in de zuurstof, uh, komen zuurstofradicalen vrijkomen. En die kunnen met alles gaan binden. En als en zuurstof... ik je terugbrengt naar de keukentafel. Wat ik wel eens hoor, is dat antioxidanten, bijvoorbeeld ook in tomaten en, en andere ja. dingen. Kunnen helpen bij het voorkomen van kanker, toch? Ja, het is niet zo'n directe relatie, ja. moet je dan altijd meteen ja. bijzeggen, maar er ja. worden positieve effecten. Ja, ja zuurstofradicalen, dat zijn eigenlijk, dat is volgens mij een, niet een O2, maar een O met een, ja, een, 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 een O-stipje is dat ja. vaak. Dat ja. is het radicaal, dat reageert met alles en nog wat eiwitten en, uh, en kan dus met DNA of, uh, ja. Nou ja, noem maar op. En, is Daarmee uh, wordt er inderdaad geassocieerd van die moet je vermijden, maar uiteindelijk weten we inmiddels uit de fysiologie dat het gewoon gaat om een balans Precies. tussen uh, radicalen en weer de, de, ja. de, uh, de antioxidanten die dat weer wegvangen. En bijvoorbeeld terug naar uh, deze pot vetsuur. op de bank dan, ja. hè? want dit gaat dan dus over vetzuren uit vis, ja. en dat zijn dus de goede vets, ja. Nou ja, nog even het omega 3, dat worden er drie s uh, genoemd altijd. En de eerste is ALA, dat is alfa-linoleenzuur. Ik heb het ja, toch maar even al alla, ja. Goed om te houden, want dat is geen visolie. Die zit namelijk gewoon in uh, vlees en in groene planten, uh, alfa-linolenzuur, maar ook Wacht in... even, je bent een opsomming aan het maken van waar omega-3 in zit. Ja. En omega-3 is de, de gouden, geweldige vetzuur die ja. we graag willen de, ja, omega -3, hebben. ja, precies. Ja. Okay, en dus dan... die komt voor in vlees en plantaardige... Ja, en dingen. is een de essentieel vetzuur. Ja. Dus die maken we niet zelf aan. Die moeten precies. we eten. Ja. Die zit in lijnzaadolie lijn en ja. raapzaadolie. Ja. Maar ook sojaolie ja. en walnoten. Aha. Dat is goed te onthouden. Dus ja. walnoten. En het grappige is: dat is ook een voorloper. Uit Ala-kan kunnen twee eigenlijk visolie gerelateerde vetzuren, uh, omega-3 vetzuren gemaakt worden. En daar die zit in het potje. Ja. EPA en DHA. En dan zeg je ja. EPA, ja, hoe moet ik dan onthouden? Ja, dan. Ik heb het er maar even uitgeschreven. IK zo, penta-1 zuur. Hmm. En dat vertelt iets over eigenlijk hoe lang die keten is Penta. en hoeveel dubbele bindingen heeft. Want Precies. deze heeft namelijk uh, 20 uh, koolstofmoleculen, uh, ja. ja. of atomen, ja. en heeft vijf dubbele ketens, dat is de EPA. Ja. En de doxa, do, Docosa hexa de ja. DHA, die heeft 22 en zes. Lieve luisteraars, blijf bij ons. We gaan zo onder de motorkap uit en terug naar wat moet ik hier praktisch mee als sporten. Maar waarom nou ja, is het belangrijk dat deze twee, drie soorten... We hebben een lange en een korte en eentje die ja, niet in vis vond. Nou ja, die zijn dus gevonden in allerlei uh, studies van uh, beschermend tegen hart- en vaatziekten. Precies. En, maar met name gaat het dan om mensen die een verhoogde risico hebben op. En dan kan het risico, dan lees je dan vaak met nou ja, 10% verlagen. Ja, we ja, hebben studies epidemiologische gedaan. Hetzelfde als met mensen met een hoge bloeddruk, als die bijvoorbeeld uh, vette vis eten, en dan uh, gaat hun bloeddruk omlaag. Ja, maar want, dan nogmaals, dat zijn mensen dus die al een ja of een verhoogd risico hebben of al een exact, hoge bloeddruk. We ja. gaan zo naar de wereld van sporters. Ja. Nog één stap in de intro zeg ik ook: uh, één keer per week vette vis eten. Ja. Dat is het advies van het voedingscentrum. Ja. Dat is eigenlijk vanwege deze stoffen. Precies. Omega ja. 3 zijn vetzuren die zijn essentieel. Heb je nodig, moet je eten. Ja. Eet één keer in de week vette vis, dan heb je in de basis voldoende binnen. Ja. Maar zij zeggen daar. Ja. Wat is vette vis? Een makreel, uh, haring, zalm. Okay. Uh, dat zijn de belangrijkste. Want ik ja. riep al meteen net voor de aflevering: ja, ik ga heel graag op zaterdag een bakje kibbeling ja. halen. Maar dat is hem nee, niet. Dat wel, is he? denk ik niet vet genoeg. Nee. Dat, nou, is, dat maar... is behoorlijk ja. vet. vet back. Ik ben een enorme makreel liefhebber. Ja. Ja. Haring ja. ben ik ook dol op, maar, ja. maar waarom kibbeling niet? Dat is wel vet, maar er zit de verkeerde vis ja. in. Dat is witvis. En het is vet van de frituur. Nou, precies, en, en dat je... is denk ik dat daar zit veel verzadigd daar zit vet, verzadigd vet vet in. zoals chips en noem maar op. Ja, ik dacht altijd. Maar misschien ga ik hier op de door de bocht alles wat vloeibare olie is. Maar dat is onverzadigd en uh, verzadigd is juist harde boter maar, of Nee, maar hardvet. dat kan natuurlijk niet, want frietvet is... Nou ja. nou ja, maak nee, niet ja, ja, Terug ja, maak naar de vis. Ja, ja, okay, die naar die vis. Ja. En nu naar de wereld van sporters. Ja. Want er is dus een algemeen gezondheidseffect van omega-3. Er is een algemeen voedingsadvies. Eet één keer in de week vette vis. Ja. Maar nu, uh, Marieke schreef het al, veel ja. hardlopers en ook andere sporters pakken... Visolie als pillen erbij. Ja. Waarom doen ze dat? Heeft het een prestatiebevorderend effect? Nou, dat is dan uh, interessant. Kijk, in principe zegt dat voedingscentrum om <laughs> daarop te komen van. mocht je nou echt niet vis lusten of eten. of dat je echt helemaal veganistisch bent. Ja. dan zeggen ze ja, dan zou je eventueel op capsules kunnen overschakelen. Uh, ja. Of je haalt die één keer per week vis niet. Ik weet niet om welke reden. Maar waarschuwen ze wel een beetje van ja, dit zijn natuurlijk wel uh, alleen sec. Twee bestanddelen uit vis. En we weten toch nog niet 100% zeker of nou in vis zelf nog wat extra gunstige stoffen zitten die die ja, goede effecten bewerkstelligen. Dus hmm. zij hebben zoiets, nou ja, als het niet anders kan. En ze raden bijvoorbeeld wel aan bij zwangere vrouwen, want die moeten meer. Van uh, uh, per, per dag of per week binnenkrijgen. Mooi bruggetje naar de aflevering, ja. over twee weken. Nou, over sporten en zwangerschap. Aan koen vragen. Ja Koendeurlo. Ja, uh, ja. Dus wat zij dan zeggen van nou, Jan, slik tijdens je zwangerschap. Naast die één keer per week uh, uh, vis eten. Elke dag omega 3 uh, vet, vetzuren supplement met 250 tot 450 milligram DHA erin. Ja, dat is één nou, van die drie omega-3. Uh. Komen we op dit potje en daar zit namelijk 30% EPA PA in. EPA ja. en 20% DHA. En ja. uiteindelijk, want ik vond, ik moest het wel even goed lezen. Nou, één capsule bevat dus 100 milligram. Mm -hmm. We gaan hem zo openmaken, maar ik ben ja. benieuwd hoe die smaakt. Ja. Maar je moet er twee nemen. Dus dan zeggen ze, nou, 2000 milligram in, uh, per dag. Ja. En daarvan is uh, 400 milligram uh, DAA en 600 milligram EPA. Ja. Dan denk je, hé, hey, maar dan mis ik toch nog 100 gram. Ja, en dan zeggen ze, ja, daar zitten nog wat extra dingen bij. Bijvoorbeeld teunisbloemolie. In deze ja. pil. Hé, hey, en... maar dat is de ala. Toch? Teunis, dat zei je bloem, net toch? Teunisbloem nee, nee, dat was koolzaad. Oh, oh, jammer. Uh, Ik dacht even, ja. dan hebben we gelijk de hele omega-3-trio ja. uh, nee, compleet. Nee, want daarvan zeggen ze, waarvan uh, 320 milligram omega-6. Dus die heb je ook nog. Dat hangt een beetje van waar die dubbele binding beginnen. Ja. Maar er is ook omega-6. Nou, dat wordt hecht ingewikkeld. Als je we gaan uit luikt. het moleculaire niveau, nee. anders zijn nee, we okay. alle luisteraars echt kwijt. En er zit ook dan, ja, gra, li, ja dat maakt het ook weer ingewikkeld, uh, vitamine E in. Ja. En daar kom ik ook zo op, want veel van die mensen uh, die dit slikken, en ook in de studies. Dan krijg je toch niet alleen maar sec, een DHA, een EPA, A, maar ook een vitamine er gratis bij. En dan is het moeilijker om die. Effecten Wat is nou het effect? Want ik vroeg jou, ja. is er een positief effect voor sporters? Ja, nou ja, er, is, er, zijn, er wordt 25 jaar onderzoek al naar gedaan. Ja. Maar gek genoeg waar was er tot uh, een. een paar jaar geleden, en die, uh, die, die studie stop ik in de show notes, ja. nog geen grondige uh, evaluatie gedaan van alle studies bij elkaar, en dat is toen wel gebeurd. Een zogenaamde review. Ja, en dat, uh, nou ja, uiteindelijk uh, hebben zij gekeken, 2020 kwam je uit, Britse onderzoekers, en die uh, hebben 137 studies gevonden. 137 ja. studies? Ja. Nou, nou, dat is eigenlijk nog heel weinig. Want oh. dan gaan ze natuurlijk even goed kijken. Zijn ze netjes uitgevoerd. En zij hebben gezegd, het moet sowieso altijd uh, placebo gecontroleerd zijn. Ja. Wees. Mensen moeten een neppilletje krijgen waarvan ze geweten hebben. En de onderzoekers ja. ook niet. Ja. Nou, dan, dan viel er al heel veel af. Er werden er 32 hebben zij oh. uh, overgehouden. Ja. En let wel, dan en dat zijn... Nou, recreatieve sporters, elite sporters, zelfs olympische sporters. Uh, gemiddelde leeftijd 25 jaar en 70% daarvan is man. Oké. Okay. Nou, dat is goed te weten. Laten we het glas half vol zeggen, niet ja. half vol, kwart en vol en zeggen. Inmiddels dat... ook dus onderzoek in vrouwen specifiek. Ja, en waar zij uh, op, op focussen is, uh, ja, jij noemde het al, want het wordt inderdaad gerelateerd aan uh, ja, cognitie. dus ja, brein. Effecten op het centraal zenuwstelsel. Op de hart en vaten, eigenlijk. cardiovasculaire systeem. Belangrijk voor dure inspanningen. Ontsteking. Ja. En daar kom ik zo op. En de laatste is. Even kijken, hebben ze uh, uh, ja, herstel of spieren, eigenlijk de spieren zelf. Ja. Want wat doet zo dit in het lichaam? Um, het, ja, los daarvan, het is een brandstof, ja. zoals elk vetzuur. Maar omdat het op de ene manier toch. Ook een signaalmolecuul is, kan geoxideerd worden, wordt het in ieder geval betrokken bij. Ja, er gaan moeilijke euh, moleculaire paden in, die belangrijk zijn van deels, uh, wat ik zei, antioxidatie, ja. maar ook uh, in het uh, pad van het arachidonzuur, en Donzuur is zo eentje dat is een voorloper van allerlei andere stoffen zoals prostaglandines, leukotriëne. Kom, kom even onder de motorkap uit. Wat doet dat? Dat heeft allemaal ontstekingsmediatoren Oké. Okay. en stollingsfactoren. Uh, uh, okay. Prostaglandine is hartstikke belangrijk. En als jij, als jij al uh, tot twee keer toe nu het woord ontsteking noemt, ja. denk ik meteen. hey, ik heb geleerd in deze podcast. Als ik fanatiek sport, loop ik... Spierschade is ja. niet goed wordt, maar mijn spieren lopen kleine beschadigingen op door het trainen. Dat gaat mijn lichaam opruimen, vaak met een ontstekingsachtige reactie, ja. waardoor mijn spier beter, sterker, groter ja. wordt, toch? Dus dat ontsteken is een belangrijk proces in het herstel Zeker. en trainen en ja. groeien. Maar we weten ook dat er allerlei uh, virussen, uh, et cetera, dat die ontstekingsreactie wel eens uh, helemaal uit de hand kan lopen bij bepaalde ja. mensen. Auto-immuunziekten zijn ja. natuurlijk een probleem. Uh, sowieso immuunreacties zijn ontzettend lastig te in te schatten. Maar het is meer van is, ja, is, klopt de balans? En kan dit er eventueel daar nog ja, de, de dingen die uitbeland zijn, in balans brengen? Waarbij dus een, een, een overdreven ontstekingsreactie. Is niet goed. Eigenlijk. Nee. Ja, dat wil je niet. En daar wordt met name naar gekeken bij, in dit soort studies. Alleen het maakt het ook wel complex, omdat je, je hebt. Honderden ontstekingsmediatoren. En meestal worden er maar een paar ja, meegenomen ja. in de studies, in het bloed. Maar goed, uh, uit die studies, wat, uh, wat blijkt eruit. Ja. ja, ik was toch wel ergens verrast. Um, door iets anders. Dan oh. wil ik toch maar eerst maar Dan houden we de vraag: heeft dit positief effect ja, voor ja, sporters nog leuk. even vast? Ja. We gaan nog even zij Omdat het leuke is nou um, dat training zelf, sporten zelf, inspanning zelf zorgt voor een verhoogde inbouw ja. van DHA en EPA. Ja, deze de, van deze omega-3-vetzuren. Omega vetzuren, ja. In de spier en met name in de celmembranen. De membraan okay. is uh, het omhulsel hè, van de cel. Dus allerlei, als ik dat van, probeer van te cel. begrijpen, als ik deze stoffen, die moet ik eten, zeg jij, zijn goed voor het lichaam. Op ja. het moment dat ik een actieve leefstijl heb, lees, een sporter ben, ja. vinden ze terug in onderzoek dat deze vetzuren meer in mijn spieren voorkomen. Ja. Oké, okay. dus en waarom al... is dat interessant? Nou, omdat je daarmee al suggereert dat een, een, een extra bron eigenlijk van DHA eh, of even, van die, die omega-vetzuur is gewoon training. Kijk, het gaat erom, ja, jij, als jij nou ja. vis eet... Ja, dan doet moet... je lichaam er ja. iets mee? En het ja. is wat anders dan gewoon met glu... glucose of een, een andere stof die wordt opgenomen en sec niks... Ineerd blijft, alleen maar wordt verbrand, laat ik ja. het zo zeggen. Deze die verandert, die wordt geoxideerd of er komt nog een molecuultje bij en die gaat op, op cellen zitten, gaat in membranen zitten en verandert. Bijvoorbeeld ja, de vloeibaarheid van een membraan. Dus Is heel leer ik nou dat je zegt, je, je kan wel vis eten en je ja. kan wel visolies, eventueel slikken. Maar de positieve gezondheidseffecten worden vergroot of gestimuleerd ja, door ook bij te sporten. Ja. Helder. Ja. Ja. Okay. Dus dat is een tip voor de minder actieve mensen. Ja. Maar ik ben toe aan het werken <laughs> naar wat doet het voor sporters. Ja. En nou moet ja, sporter dan, het nemen. Dan zeggen zij: oké, okay, we hebben gewoon. Al die studies maar op een hoop gegooid. We konden geen onderscheid maken tussen elite recreatieve sporters. Ah, dat is altijd lastig. En dan heb je te maken met verschillen in doseringen. Die redelijk ook wel uh, uiteenliepen van uh, nou ja, van minder dan deze dosis tot het uh, twee, tot drievoudige. Ja tot aan uh, ja 2400 milligram per dag bijvoorbeeld van EPA. Hmm. Dat is wel veel, want hmm. wij gingen uit van uh, 600, geloof ik. Ja. Um, en dan uh, ja hebben ze meestal hebben ze dat dan acht weken, twaalf weken, zestien weken mensen dus dit gegeven of een neppil. En dan? En Jurgen wat vonden nou, ze? Daar kwamen eigenlijk ontsteking. Ja, ja zei ze. Ja. Als wij gaan kijken naar uh, <laughs> allerlei ontstekingsmediatoren. Dan ja, niet de ene studie dit wel, wat zien de andere niet op bepaalde Maar de conclusie maar van de review. consistent kwam daaruit dat er een verlaagde productie van TNF-alfa was ja. door uh, leukocyten, witbloedcellen. Okay. En TNF-alfa, dat is een tumornecroze factor alfa, die wordt wel gezien als eentje uh, ja, die je liever wil vermijden of niet te veel van hebben. Dus gunstig effect. Dit op, vinden wij een gezond. Ja. Zo brengen en zij dat. Gunstig effect. Ja. ja. Oké. Okay. Herstel. Ja. Na inspanning. Want, na training. Dat, want, want, ja. want en dat, dat ligt de hele tijd onder, dat, dat spreekt niet uit. Wat ik zo interessant vond aan de studie waar we leerden dat ijsbaden niet zo'n goed idee mm -hmm. zijn voor herstel, is dat we toen leerden, ja, maar dan rem je juist ja. de ontstekingsreactie die nodig is om die spieren weer in orde ja. te maken. Ja. Dus nou, herstel. Ja. Nee, vertel, wat vonden ze? Nou, wat zij vonden is, hebben ze eigenlijk drie parameters genomen. Gewoon gevraagd van muscle van... Ja, ja. Hoe, uh, hoe is het met spierpijn? Hoe is het met spierpijn? Twee is sprongkracht gemeten. Ja. Kun je nog omhoog komen? En uh, dus hoe snel dat herstelt eigenlijk. En de ja. derde uh, creatine kinase. Dat is gewoon een enzym, zit in spieren en als die beschadigd raken... Ja, dan dit komt is een waarde die komt uit een bloedmeting, ja. toch? De CK-waarde. Ja, CK-waarde. Ja. 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 Nou, en eigenlijk aan de hand van de studies... Maar vrees je niet, dat zijn er dan zes, zeven... Totale, want. Hmm. Uh, ah, dat vind ik toch nou, behoorlijk. Vinden zij ook consequent dat het herstel sneller gaat in de. Ja, wanneer die proefpersonen uh, het supplement hadden genomen? En nogmaals. Is uh, gauw. Uh, oh, Wauw, hè? Ja. applaus. Ja. Dus het is herstelbevorderend. Ja, precies. Dankjewel, uh, Sander. Goed dat je wakker bent. Um, vervolgvraag. Je zei het al eerder. Geen onderscheid tussen amateurs, elite nee. of Olympiërs. Ja. Maar gevoelsmatig zeg ik, dat maakt denk ik wel uit. Ja, tuurlijk. Maar dat zeggen zij ook. Het liefste wil je daar echt induiken. En dan kijken wel wat is dan de optimale dosis, ja. of noem maar op. Dat ja. ze ja, kunnen we allemaal niet halen. Dat kunnen deze we studie. allemaal niet halen. We gooien het gewoon op één hoop. En ja. we zien eigenlijk wel dat gewoon in de, bijna alle studies een positief effect op herstel wordt gevonden. En dat betekent dus concreet: als je beter en sneller herstelt, kun je weer beter nee, en harder trainen. Ja. Word je dus een betere atleet. Ja, nou ja, dat, dat is. Dat is Misschien het kort door de bocht, Want daarnaast hebben ze gekeken naar de uh, duurvermogen. Ja. Cardiovasculaire parameters. Ja. Um, ja, en dat is toch wel gek. Want wat zij vinden. Ze vinden bijvoorbeeld. Wel er wordt gemeten dat de fietseconomie. Ja. Dus uh, eigenlijk uh, hoe uh, zuinig jij omgaat met. Energie zuurstof. Fietsen. Ja, ja. Die verbetert. Ja, fijn. En uh, alleen uiteindelijk, als je kijkt naar andere parameters... en de belangrijkste is gewoon de prestatie tijdens een tijdrit bijvoorbeeld. Ja, ben je nou uiteindelijk sneller? Nee, dat gebeurt dus weer niet. Dus zij hebben... Maar dat ben je niet sneller of ben je langzamer? Niet, nee, vooral... Gewoon niks. geen verschil? Nee, geen verschil. Dus dat is iets opmerkelijks wat ze eigenlijk niet snappen. Ja, maar ik, vind ik niet zo'n probleem. Ik pak er één studie bij, 26 getrainde proefpersonen, ja. mannen. Ja. En um, nou, hebben ze gekeken naar de maximale vermogen. Mm -hmm gewoon dus uh, in ja. één seconde. Fietsfest. Ze hebben Wingates gedaan, dus 30 seconden gewoon ja. uh, uh, maximaal. Ja. Ze hebben die tijdrit gedaan en ze hebben de kracht in je quadriceps gemeten. Ja. En dan vinden ze dus nergens eigenlijk verschillen, behalve dan dat ze tijdens die vijf minuten tijdrit, ja, dus geen verschillen tijd, wel zien dat het uh, de benodigde uh, zuurstofconsumptie ja. uh, bij wat lager is. Ja, wat lager is. En maar dan ga ik zelf zitten filosoferen op alles wat ik tot nu toe heb gehoord. en probeer te begrijpen. Je legt me uit: als je sport en je neemt visolie. dan wordt dat beter ingebouwd. Dat heeft te maken ja. met de viscositeit. Oftewel de, en, en de vochtbalans in spiercellen. Ja. Kan ik me dus iets bij voorstellen. als je spiercellen wat beter gesmeerd zijn. en wat beter geolied, letterlijk. dat dat dus allemaal wat ja. efficiënter gaat. Ja, ja kan, nee, dat is het beeld wat ja, ik kan hieruit je meeneem. Van alles maar ja, wat, wat dus. Want dit zijn, dat zeg je ook, dit zijn interventies. Geef bijvoorbeeld 12 weken ja. op zo'n supplement, dan zien ze dus het herstel bevorderd. Dat zijn natuurlijk verschillende studies. Ja. Maar uiteindelijk hebben ze die fietstest niet sneller gedaan. Nee. Dat is best gek. Ja. Vandaar dat jij met tegenspreekt op. Dan ga je beter ja. trainen en dan wordt je beter nou ja, Om nog even terug te komen, wat in deze studies allemaal niet gedaan is, is zijn twee dingen wel belangrijk. De mensen zijn niet specifiek allemaal op eenzelfde trainingsprogramma nee, gezet. Nee, exact. Dus mensen trainen gewoon door. En natuurlijk is van tevoren gezegd van, nou ja, ja, ja jij ja, traint ja, ja. zes keer per week, dan krijg jij de placebo. Jij krijgt dus het ja. zes keer per week. Dan krijg je. En het andere is, het voedingspatroon is ook niet gecontroleerd. Om het supplement heen. Ja, dus ja, je dat weet is wel niet echt een grote valkal, of mensen wel of niet... Uh, Want en, iedere voedingsdeskundige en ja. elke podcast over voeding, die zegt toch altijd wel... Wat is nou de vleugel dat ik weet? De basis eerst, ja. of het begint met ja. de basis. Ja. Ja. Een supplement is natuurlijk altijd een topje van een piramide. Nou, wat ze in ieder geval wel zien van, en dat is ook niet in elke studie gebeurd... is gekeken van, ja, waar komt die EPA en die DHA... Die, die, die vetzuren, ja, ja, waar komen die uiteindelijk terecht? Uh, neemt uh, de hoeveelheid of concentratie wel toe, ja. uh, naar aanleiding van het supplement? Want het kan ook zijn dat het lichaam er niks mee doet ja. en het gewoon uh, uitplast. Of, dus, uh, Jurgen, dan komen we op basis van alleen al deze twee, uh, hè, het ge gezondheidsbevorderende effect, ja. het herstelbevorderende effect, en uh, nou ja, nou dan nog niet het prestatiebevorderende ja. effect. Begin ik al te neigen naar, no, zinvol? Uh, ja, 16 euro in de maand. Uh, ik kan dat leiden. Is iets wat je snel kan besparen als je uh, kosten wil drukken. Ja. Maar dan wordt de volgende vraag... baat het niet, dan schaadt het niet. Is ja. dat zo? Is er gevaar? Het zij van overdosering. Het zij van dat je zegt... nou, je moet ook weer niet te veel van dit spul in je lijf hebben. Ja. Nou ja, de, kijk, belangrijk om hier te vermelden is... Wat, zij, wat hun opvalt, is ze zeggen zij... het gekke is dat eigenlijk de dosering die zij geven, uh, dan zeggen ze in veel studies is gewoon de dosering, ja eigenlijk hetzelfde als wat jij binnenkrijgt met één keer per week vis eten. Ja. Dus zij twijfelen ergens van, is deze groep, uh, ja, wordt er gewoon bijvoorbeeld als Amerikaanse studies, of uh, wordt daar gewoon relatief weinig vis gegeten? Kortom, hebben we te maken van al een tekort eigenlijk? Ja, dus wat Is het we aanvulling op? Ja. Of is er daadwerkelijk een verdubbeling een... van de dosis? Ja, en is er dus, dus. En die twee dingen kunnen zij niet zeggen. Ja, die kunnen we helaas niet onderscheiden. Wat je wil, is dat iedereen een goed basisniveau heeft. Ja. En dan kun je echt onafhankelijk toetsen of extra uh, visolie. Ja. Extra ten opzichte van aanbevolen. Ik zit eigenlijk wel te door denken, Jurgen, uh, de Want de een van de redenen dat je zei: Ik wil deze aflevering maken, want zo'n pillenpotje, 16 ja. euro in de maand, best veel geld. Ik zit nu opeens in mijn hoofd te rekenen: Ik weet niet of ik voor 16 euro in de maand vier keer in de maand haring kan eten. Nee. Het ja, wel, net niet. We maar maar wel stellere lekker... mangen. Nou ja, we moeten. We ja, moeten nou draai ook met die pot, proeven, ja. ja nou, normaal gaan. dit soort dingen slik je door, toch? Maar we gaan er nu op kauwen, denk ik, dan maar even hè, om de smaak uh, even te proeven. En dan moet je me nog steeds antwoord op de vraag geven: is het nou gevaarlijk of niet? Maar we gaan eerst maar even de proef uh, doen. Je hebt de microfoon uh, weggelegd, dus uh, ik praat het even vol. Het Potje wordt opengemaakt. Er komen. Wat, de, wat is de inneeminstructie? instructie Dit slik... het is een enorme, ja, nee. enorme pil, eigenlijk wel. Zo groot als een halve Eigenlijk duim. moet je dit met water innemen. Wegdrinken toch? Ja, We hebben hier water. Maar, maar niet mij te kouwen, toch? Is het veel leuker om te kouwen. Ja, dat is wel leuker. Maar dat is niet de bedoeling, zeggen we daarbij. Ik, ik vind het een grote pil. Ik vind het een enorme pil. Wat ik zeg het een coachje van nemen. mijn duim. Ja. ja. Durf je het aan om hem. Uh, ik durf hem wel een stuk te bijten, alles voor de podcast toch? Kijk ja. wat er gebeurt. Drie, twee, één. Ja, je hebt nog steeds niet gezegd of het schadelijk is of niet. Mm. Maar dan horen we het nou, afgelopen wel. Mm. Jij Oeh. zit er wel op een Ik proef vis. Echt? Ik heb nog Oh ja! Een zoet laagje eromheen. Ja, die, die is, buitenkant is heel zoet. Echt gewoon vis. Dat is wel grappig hè? Ja. Het ja. zit hier te smakken. Lekker, Dan worden mensen echt heel na van deze geluiden. Maar nu. Maar vrijdag ik... is visdag. Dus vrijdag, uh, visdag. wat mij betreft is het prima. Ja. Maar we hebben nu. Niet zo smakken, joh. Ik hoor het hier. Maar um, ik heb nou die, dat ding stuk gebeten. Die omhulsel. Want ja. dat is gewoon zo'n pillenomhulsel. Ik weet niet wat dat is, maar dat weten pillenmakers wel. Oh, Rinathebet, ik Maar. Is het gevaarlijk. Nee, even wachten. Mag ik dit ding uitspugen? In de zin: ik heb nou die visolie mm. eruit geslikt. Oh, dat omhulsel. Dat omhulsel ja. heb ik nu in mijn mond, vind ik smerig. Dan gaat het eruit. Dat mag van mij, zeker. Bah. In de koffie. Nou, het, ja. uh, ik, ja, vertel ik... me na nou afloop of ik kan. Uh, wat de risico's zijn. Ja, uh, doe ik zo. Maar ik ga eerst nog eens even. Jezus, Cognitie. Cognitie vind ik ook belangrijk. Ja. Want die is inderdaad uh, verbeterd in uh, reactietijd. Ja. is ook gemeten bij atleten. Nou, dat is wel fijn hè? Ja, slimmer. En het andere is uh, stemming verbeterde. Ook ja. consistent. Dus Voel op zich meteen. allemaal goed. Nee, maar ik ga je even nadenken weer. Van waarom zou je dit slikken? Omdat je niet van vis houdt of omdat je geen vis wil eten. Ja, en dan moet je dus niet stuk bijten, want anders proef je nog steeds ja. vis. Uh, kijk, in het laatste geval al helemaal. Dit komt natuurlijk uit vissen. Ja. En uh, dat hoop ik wel. Ja. Je kan ook plantaardig. Je kan ook plantaardig uh, ja, de visolie ala. De ja, nee, dat is één. Want het andere, de vissen, die. Oh, ja, die eten algen. Die eten algen, precies. Die maken dus dit, die dus je maken kan ook, ook al ja. uit alginaat. Precies. Krijgen. Dus die maken ook niet EPA, dea zelf, maar die halen het gewoon uit algen. Dus dan heb je volgens mij het extra dure spul. Ja, ik weet niet hoe duur dat zal zijn, wat uit algen is gemaakt. Ja. Waar, waarvoor gewaarschuwd wordt is in ieder geval kijk uit met te veel nemen om, om meerdere redenen. En dat is één, ja, uh, maar hetzelfde als met veel te veel vis eten. Daar kunnen altijd nog toxines in zitten ja. en zware metalen. Ja, dat is dus het effect dat die, die, die vissen zwemmen in onze ja. zeeën, die we grof vervuilen. En die st vervuilde stoffen komen in die vissen ja. en daarmee dus ook in um, ons lichaam. Waar in ieder geval de mensen in de studies mee te maken hadden, was uh, problemen van het maag-darmstelsel. Oké. Okay. Dus, Wat voor soort problemen? Ja, uh, aan de schuiterij, ja, dat, ja. Eh, boeren. Als je te veel uh, visolie neemt. Dunne, uh, ja, ja. dat kan ik me ook goed dat voorstellen. Dat is natuurlijk ook veel olie. gewoon als je te veel olie neemt. Maar een serieus dat. probleem, hoewel dat niet zo werd gerapporteerd hier, is, zeggen ze, stollingsproblemen. En daar had ik het al over. Kijk, ja. uh, prostaglandine is belangrijk bij de stolling. Dus dat je eigenlijk uh, volgens mij een verhoogde stolling gaat krijgen. Verhoogde als je stolling? Neemt. Ja, ja. Ja, ik dacht want, juist ver, bloedverdunning. Nee, want ik zit even hardop te denken. Als jij een uh, aspirine neemt, dat is namelijk uh, een uh, bloedverdunner. En ja. dat zorgt voor verminderde aanmaak van prostaglandines via uh, remming van het cyclooxygenase. Dus volgens mij moet dat het zijn. Het maakt niet zoveel uit. Stollingsproblemen worden ja. gerapporteerd. Ja, maar het maakt natuurlijk wel uit of je bloed dikker wordt of ja. juist dunner. ja. Want op het moment, ik moet ja, dan meteen dus denken aan het incident. Dan, ja. in wat was het? Begin mei, eind april bij uh, de talkshow op één. Die mevrouw die daar buiten beeld viel. Ach, en anderhalf ja. uur lag te bloeden. omdat zij ook ja. medicatie ja. had. met bloedverdunners. Dus ja. die kreeg die ja. dat bloeden niet gestopt. Dit is in ieder geval volgens mij wel een, uh, een, een, een. een alarmbel die je moet hebben. stel dat jij bloedverdunners slikt. en dit erbij. En, uh, exact. Hè? Ja. Dus de combinatie ja. van visolie ja. met medicatie. Ja. moet je even gaan ja. vragen ja. aan je en huisarts. En het andere wat voedingscentrum. slash gezondheidsraad aangeeft. is als jij echt hoog zit. Ja. en dat valt. nou ja, echt hoog. Ik heb het even opgezocht. Um, volgens mij boven de... Nou, dan moet ik het even... Weten. Te veel DHA, dat is 2 gram per dag, noemen zij dat. Ja. Uh, dan, dat verhoogt weer je LDL. En dat is je slechte cholesterol. En dat is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Dus zij zeggen, dat zit echt wel... Het is echt niet zo van... Dit nou is ja, niet meer, meer is beter nee. en baat het niet een schat. nee. Dus nee. uh, daar, vandaar dat zij zeggen: Nou, met die twee per dag. Maar als jij zegt: Ja, goed, ik doe het Zij, minst, Je wijst naar het potje, dat is wat op het potje ja. staat. Hè? Ja. het potje staat maximaal, of, uh, wordt geadviseerd twee van deze pillen ja. per dag. En dan uh, moet je dus niet zomaar denken: Weet je wat, ik doe er vier. Ja. Want dat is vast beter. En, en dat vind ik ook wel heel belangrijk, wat ook die, de, die onderzoekers die schrijven van die studie zeggen: Ja, in heel weinig studies is echt gekeken van bevat het supplement wel diezelfde hoeveelheden. Uh, de zoals de op het potje staat. Ja, 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 dat is één. Ten tweede, zitten er geen andere stoffen bij die je liever niet wil en die misschien het effect kunnen verklaren? Want dat is natuurlijk ook het met het supplement. Ja, vervuilde supplementen. Waarom zeggen mensen vaak of ja, dat, dat het werkt bij hun? Omdat die ja, vervuild zijn. Daadwerkelijk zitten daar bijvoorbeeld anabole uh, sporen van anabolen of iets bij. Waardoor je inderdaad uh, je spierkracht verbetert door een supplement. Maar dan ben je eigenlijk gewoon echt anabola aan het slikken. En dan is de cirkel mooi rond. Want dan ja. zijn we bij het begin. Wen je zelf nou niet te makkelijk aan om je eten uit pillen en potjes te halen. Ja, ja voor wat mij betreft wel. Toch? Dus, uh, ja. Best genuanceerd verhaal. Ja. Uh, we gaan zo nog even zoomen met Vroemen. Om te kijken of hij een mening hierover ja. heeft en of hij dit adviseert. Meestal bij dit soort afleveringen valt dat wel mee. Maar het is altijd leuk om even met hem te kletsen. Um, ik denk dat we de belangrijkste punten hebben gemaakt, toch? Zeker. Allereerst, wat ik net al zei, niet zomaar aan de pillen en potjes. Even goed over nadenken. Ja aan de vis. En als je het lust, ga dan nog maar extra vrijdag is visdag, slimmer presteren. Even bij de lunch vis halen naar de viskraam. Geen kibbeling, maar juist even haring of makreel of zalm. Dat is eigenlijk een beter idee. Als je zegt, ik lust dat niet of ik vind het toch makkelijk om het uit een potje te halen. Hou je dan wel aan de dosering. Want... Uh, te veel is niet goed in de. Ja, geval. en als jij denkt aan de hand van deze studies. Ah, maar mijn herstel wordt bijvoorbeeld. Ja, dan. Volgens mij is het dan prima om gewoon een extra visje mee te nemen. Ja. En niet zozeer meteen uh, ja. deze capsules te gaan slikken. Want zo lekker zijn ze ook weer niet. Wel. Nou, ja. maar als je ze doorslikt langs je keel, dan proef je er niks van, ja. natuurlijk. Ja. Hé, hey, leuk. We gaan zoomen met Vroemen. Maar niet voordat we even een shout-out maken naar een aantal nieuwe vrienden en vriendinnen van de show. Het zijn er zoveel dat ik het tegenwoordig maar een beetje opknip per aflevering. Dus er zijn hier vrienden bij die zeggen: hoezo hoor ik dit nu pas eind mei, want dit is al uit april. Ja, dat klopt, maar ik heb een mooi voorraadje. Um, in begin april werd vriend van de show Pieter Delen en ook Dylan Aydin en Arno Ulijn en Arnold Vellinga en Martin Schepers en Bas van Son en Sander Goes uit Leersum en Bonnet Everstein. En dat zijn een aantal namen die ik herkende rondom de ja. marathon van Amsterdam natuurlijk. Maar uh, bij deze een shout-out. Wat tof. Jullie ondersteunen onze podcast door te gaan naar vriendvandeshow.nl slash slimme podcast. En ons een kopje koffie per maand te doneren. En dan helemaal fijn dat in één keer voor het hele jaar te doen. Dan krijg jij een maand gratis. En dan uh, betalen wij maar één keer transactiekosten. Dus dan blijft er ook zoveel mogelijk bij ons over. Um, dankzij dit soort steun kunnen wij dit soort afleveringen volledig onafhankelijk en zonder het geld van een supplementensponsor maken. Tot zover denk ik even. We gaan zoomen met vroemen. We gaan zoomen met vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroem, vroem. Guido, goedemorgen. Hey, Guido. Goedemorgen. Goedemorgen, heren. Hey, fijn om jou weer te zien in uh, nou, de vaste opstelling. Via Zoom dit keer. Nadat we vorige week weer bij jou in het Sportlab waren. Um, meteen maar even met een belangrijke vraag erin. Guido, uh, als jij het zou moeten zeggen, ben je een vlees, vis of vegaman? Het meest uh, tegenwoordig vega, En een beetje vlees en een beetje vis. Een beetje vlees en een mm. beetje vis. Nou, die vis is heel belangrijk. Ja. Minimaal één keer in de week hebben we al geleerd. Wat is jouw favoriete vis? Dan zal het toch zalm zijn. Zalm, ja? Toch zalm? Ja, Geen euh, lekker haringkie happen met het hoofd in ja, de nek. Ja, dat vind ik ook wel lekker, maar ah, ik moest kiezen. Ja, dat is ook zo. En een uh, capsule met visolie uh, erin. Ja, daar dat, dat moet je dus één ding, moet je daar dus niet mee doen. Vertel, ik voel me hier nog een beetje achter zitten. crisis. Wat moet ja, je niet doen? Kouwen. Ah. <laughs> nou, hebben heb wij net gedaan allebei. Uh, smaak gewoon een vis. Ja. ja. Ik weet dat, ik weet nog, toen de kinderen nog wat kleiner waren, toen uh, uh, gaven we ook wel eens. Visolie tabletjes. Ja. Levertraan kregen wij vroeger. Dat was ook al niet, dat was ook al niet echt heel erg lekker. Dat was een hele lepel die je dan erin kreeg. Oh. En nu hebben wij visolie tabletjes. En dan, ik weet niet meer welke van de twee het was, maar nou, die stak dat zo in zijn mond. En dan hak. Ja. Peter erop. Nou, dat gezicht was meteen, denk ik. Uh, ja. En dan uitspugen. En dit hoef ik niet meer hoor. Nee, nee. Weet wat? Maar uh, dus, we, we leren al iets. Jij gaf het aan je, ja. jij gaf het ja. aan je kinderen. Verleden tijd hoor ik. Uh, slik jij zelf visolia supplement? Nee, ik heb dat wel eens een paar keer gedaan. Maar ik ben niet zo heel erg. Uh, dat ik dat steeds maar blijf slikken. Uh, dat ik dat structureel in mijn systeem heb zitten. Nee. En waarom was dus dat toen dat. wel? Was dat voor de kinderen, voor je dat relevant? Of was het meer een, uh, een periode... Hype. dat je dacht van... Gerrit doet het. Heeft hij net geklaard, ja. uh, uh, al twintig jaar geleden. Ja, nu het. niet meer, hè? Nee, nee, nee ja, precies. toen. Ja, op tien, vijftien geleden. Ja. Nou, het begint daar eens een, een tijdje mee... omdat je um, gezondheidsvoordelen daarbij hebt. Uh, goed voor je hersenen. Goed voor je breinontwikkeling. Voor de kinderen. Denk, nou, weet je dan... Uh, is het best goed om dat een beetje aan te vullen... als we niet zo heel veel vis eten. Ja. Dus, maar ja, op een gegeven moment dan... is het potje op en dan... hebt dat weer een beetje weg vaak. Hè? Dan, uh, ja, dan, dan vergeet je het weer... en dan is het weer uit het systeem. En dan denk je, oh ja, dat is al lang geleden. Vis, olietabletten. Ja. Volgens de wetenschap hebben we net geleerd van Jurgen... zijn er inderdaad gezondheidseffecten aangetoond... zoals jij zegt, maar ook specifiek voor sporters... Ja. Uh, herstelbevorderende effecten... Nou hebben ja. we al best vaak... als we weer een aflevering over eten of supplementen gehad... Oh, Zoem met Voemegido, raad jij je atleet het aan... zeg al, ja, ik ben geen voedingsdeskundige. Maar <laughs> daarom stel ik ja. het al breder. Heb okay. je er een mening over? Vind je het belangrijk? Heb je mensen om je heen of atleten... die dat juist wel of niet doen? Ik moet zeggen... het heeft geen focus bij mij. Nee. Dat ik daar uh, bij iedereen op haal... want je moet precies visolie tabletten... want dan herstel je echt veel beter. Nee. Ja, er, is, er zijn wel studies van, maar... Ja, uh, het bewijs daarvan moet ik zeggen, ja, uh, en, en het effect daarvan, ja, dat is nou niet dat je denkt, nou, dan ga ik echt wel 10% harder door. Nee, heb jij um, veganistische sporters in jouw uh, ja. bestand? Ah, want dan wordt het interessant, ja. want die eten dus ook geen vis. Precies, die moeten wel supplementen nemen. Ja. De, naast dit soort dingen, ja, dan heb je ook nog ijzer. Ja. Ja. Je moet ook nog je ijzerbron binnenkrijgen, dus... Daar zit wel een suppletie bij um, wat nodig is om het dieet te ondersteunen. Om alles binnen te krijgen ja. wat je nodig hebt, ja. En hoe uh, slikken zijn inderdaad dan die supplementen waarbij de visolie direct uit algen komt? Of laat jij ze gewoon heel veel algen vreten? Heel veel morten, Daar zit er ook wel ja. genaamd in. Ja, ja, ja. Nou, eigenlijk gezegd hou ik mezelf tot het advies van neem vis Vul aan. Ja. Ja. Vul aan, veel uh, aan. Hoe en wat? Als het maar, um, nou ja, weet je, betrouwbaar is, mm -hmm. zuiver is, prima. Ja. Maar voor de rest is het niet zo dat ik daar. Um, nou ja, iets van opleg van deze moet je nemen, want dat is echt de beste. Of beter nee, dan die. Dat nee, is buiten jouw scope, hè? Dan uh, we houden we het redelijk kort vandaag. Ik heb nog één vraag aan jou in je rol als arts. Hopelijk heb je dat ergens uit je medische opleiding nog paraat. Wij leerden namelijk ook dat het effect van die uh, omega-3 uh, een effect had op uh, stolling. Namelijk, ik vroeg natuurlijk aan Jurgen, is, is er een gevaar voor overdosering? Of kan je dit te veel nemen? Ja, effect op stolling. Maar had even niet praat. Is het nou omdat het bloed verdunt of juist meer stolt? Wat, wat, wat weet jij daarvan? Nou, meer, mijn, ik weet niet of het nou exact de stolling was. Of op de vaatwanden. Uh, uh, dus zeg maar de, uh, het hart- en vaatstelsel. Mm -hmm. Want op de stolling aan zich. Weet ik niet zozeer. Wat, wat dat... er in ieder geval wordt geschreven is dat je moet oppassen met de combinatie van visolie... of in ieder geval veel extra omega-3 en medicijnen die het bloed verdunnen. Ah, dus als ik dat advies zie, dan denk ik eigenlijk... Nou, dat kan er nog steeds allebei ja, de kant op. Ik denk, ja. ja, maar dan ja. heb je de acenocoumarol, denk ik. En dat ja, is zeg maar een niet. bepaalde bloedverdunner ja. die een stollingsfactor remt. En dan heb je ook vitamine K. En vitamine K is ook wel weer vetoplosbaar... Vitamine, wat je nodig hebt in de bloedstolling, ja. visolie, vetten, dat is, hè, daar, zit, daar zit je natuurlijk in de, aan dezelfde kant. Ja. Dus dan denk ik dat het daar um, een verstoring zou kunnen opleveren. Ja. Ja. En dan staat er ook altijd bij, hè, dus als je medicatie gebruikt en je wil supplementen gaan gebruiken, raadpleeg dan altijd je voorschrijvend arts. Ja, dus maar die weet het dan goed. ook niet altijd. <laughs> Nee, maar ik wil dat nu maar hier even gezegd hebben. voordat wij dadelijk atleten hebben die zeggen: moet moek je nou mee? Nou, bel de dokter maar. Ja, jij, nee, maar... ja ik zal nog even te denken, hè, want uh, bloedprikken dat gebeurt wel bij atleten. Hè, waarbij wordt gekeken naar tekorten. En die, worden, ja. die kanden kunnen dan eventueel worden ja. aangevuld met een supplement. Dat gebeurt redelijk standaard, denk ja, ik. En we in onze sportmedische keuring uh, bij ja. jou heb je dat bij mij ook gedaan. Maar ja. daar zitten niet, denk ik, zitten, ja, zitten daar omega's in. dit gemeten zuren bij? Uh, nee, nee. nee. Zeker niet. Nee, 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 dat is niet iets wat ik standaard meet. Om, ja, dat is ook niet iets wat je, um, waar je direct heel veel effect van uh, of, of vaak iets kunt ontdekken van afwijkingen. De meeste nee. mensen, daar is het gewoon oké. Okay. Er ja. zit een spreiding in tussen laag en, en hoog. En um, nou ja, wat, als het laag is, is dat dan slecht? Nee. nee. Je moet een bepaalde hoeveelheid daarvan hebben. Um, en dat is een verschil met bijvoorbeeld als je ijzer Te en de ijzer staat, het hemoglobine, ja. Ja. ijzervoorraad, ferritine, dat, daar zit gewoon um, veel directere Relatie ook bij met vermoeidheid, prestatie. Ja. En dat heeft nou ja, dat, dat um, um, visolie veel minder. Ja, kortom, we gaan toewerken naar een conclusie. We stellen vast, er staat in wetenschappelijke studies dat er uh, zeker gezondheidseffecten zijn en misschien milde prestatiebevorderende effecten, op zijn minst op herstel, lijkt het moeilijk precies aan te tonen hoe dat dan werkt, maar er wordt wel iets gevonden. En nu is de vraag. Uh, we hebben het allemaal wel eens gebruikt, maar niet structureel. Is nou ons advies aan onze luisteraar... is die visolie een zinvol supplement? Ja e of nee, of iets anders? Jurgen, wat is jouw conclusie? Ga jij het vanaf nu uh, braaf nee, twee pillen per dag ik vind gewoon zonde van het geld. Ik ga liever dan een harentje, hoppie. Oké, okay, ja. dus ja. jij brengt het geld liever naar de viskraam. Ja. Ja, ja. ja, ja vind dat vind ik, hele, vind ik eigenlijk wel een hele goede, Want <laughs> ja, weet je, als je, als, je die, als je het voordeel van de, uh, van de visolie wilt hebben... En je vindt ook vis nog eens lekker. Ja, eet dan gewoon een paar keer per week gewoon vis. Ja. Dat is Minimaal één keer dan is dat advies, hè? Bij, een paar ja. keer per week is meteen weer veel. Maar ja, ja een paar is twee, toch? Ja, oh, purist. Hey. Ja, ja. ja, dat klopt. Ja, oh, dat oh. klopt. Ja, twee keer per okay, week. Oké, oké, oké. Maar ja, dan. dan um, als je veganistisch bent, ja. Ja, dan eet je dus geen vis. En, um, geen vlees. Ja. En, en um, ja, wil je er dan wel voor zorgen dat je um, nou ja, alles volledig in je voeding hebt zitten, dan is het natuurlijk dan wel dat niet omdat er bij ja. ja. En of dat maar dan dat wil uit... niet zeggen dat ik denk niet dat het zo is dat iedereen dat nodig heeft omdat het een, altijd anders een tekort optreedt. Exact. Exact. En ik denk dat mensen die eh, bewust kiezen om veganistisch te worden, ook al bewust bezig zijn met nadenken. Hey, heb ik al mijn voedingsstoffen op orde? Ja. En daar vanzelf op uitkomen. Helder. Ik denk dat we een mooi antwoord op de vraag hebben, toch? Visolie, wat is het? Nou, eh, ik weet zelfs een beetje meer dan ik zou willen weten. Tot op moleculair niveau. Penta en oxa eh, En Coza ja. hey, penta. Ja, ja. precies. Ja. Nou dat. Ik ga het niet nog een keer oprakelen. <laughs> Um, ik ga me klaarmaken. Ik ga zo mijn spullen klaarleggen voor mijn eerste triathlon van het seizoen, uh, Sido, yes. Morgen in Eindhoven plons ik uh, het water in van de roeibaan. Ik heb er enorm Hoe koud veel is zin is in. Het? Ja, een graad of 16 nog zag ik. Dus, uh, oh, lekker. Dat wordt nog fris. Maar ja, hè, dan uh, zijn we meteen oh. wakker. En dan oh. hebben we ook een reden om even door te zwemmen. En dan voel ik ja. mij als een. Vis, Vis in het, in het water. water. En vanavond een visje bij het eten. Denk ik. Ja, vrijdag ja. visdag. Ja. Denk het wel. Hè? En uh, ja. natuurlijk een beetje uh, visolie op de polsen en de enkels. Om het wetshoed goed uit te krijgen. Nee. Ja, en ik heb nog een heel potje voor je. Babyolie <laughs> hè? Babyolie <laughs> ja. op de polsen en de enkels. Dat is een wisseltip. <laughs> een andere aflevering. Goed, uh, ik heb er zin in. Jij nog leuke plannen voor het weekend, Jurgen? Altijd leuke plannen ja, ja dat is wel weten wat hè ja, ja precies lekker trainen hè Zeker. lekker hardlopen ja mooi hey, um, ik kan me voorstellen dat mensen zeggen hé, hey, ik heb toch nog een vraag of zeggen nou ik vind dit echt zo'n compleet overzicht dank jullie wel ik wil even reageren of net zoals Marieke onze vraag mailde zeg ik heb eigenlijk wel een vraag die uh, ik graag beantwoord zou willen zien door jullie nou dat kan dan kun je op onze manieren, op een aantal manieren ons bereiken wij zijn de app slimmer podcast op Instagram op Twitter en tegenwoordig ook op LinkedIn. Ga ons daar vooral volgen. krijg je iedere vrijdag te zien waar de aflevering van die week over gaat. Die kan je duimpjes geven, zodat meer mensen, of hartjes, dat meer mensen vinden. En je kan ons daar ook een DM'tje sturen. Of je kan ons mailen via post slimmerpodcast.nl. Of je gaat naar diezelfde website, www.slimmerpodcast.nl. En dan vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Daar kan je de link van pakken. En die link kan je dan weer doorsturen. En daar vind je ook onze webshop. En in die webshop kun je zo'n mooie sportshirt bestellen, een buff, een mok, fantastisch boeken. Nou, het is nog wat vroeg, de zomervakantie komt er nog niet aan. En ook uh, alle boeken die we inmiddels hier uh, verzameld en besproken hebben in de podcast, kun je daar vinden en bestellen met een kleine kickback via Bol. Dus ik zou zeggen, zou het doen. Guido, dank voor jouw aanvullende inzichten. Ja, succes morgen. Ja, dankjewel. Jurgen, jij bedankt voor het lesje scheikunde. Dankjewel. En al je uitzoekwerk. En tot volgende week. Tot volgende week. Hoi. 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 Goed dat je nog luistert, want iedere week delen we aan het eind van de aflevering nog een tip, uiteraard gebaseerd op de wetenschap, om slimmer te presteren op je werk. Inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleer en nog veel meer. Jurgen, welke studie heb je deze week gevonden? Nou, zit jij nou alweer, Gerrit? Ben je ja. niet bang dat je te veel zit? Je Zeker. Zit-sta bureau nemen. Zit is het nieuwe roken. Precies. Een Britse studie onder ruim 750 kantoorklerken. die een jaar lang werk gevolgd. liet namelijk zien dat zo'n bureau de totale zittijd op een dag met ruim een uur verminderde. En bovendien ging dit gepaard met het gevoel iets meer energie te hebben. Ja, dat is een prachtige studie uit Engeland. Heb jij een zit-sta bureau? Ja, heb ik. Ik ook. Maar sta je er ook echt achter? Ja, heb echt? ik. Ja, want ik heb daar ook een fiets bij gekocht. Niet? Alleen, uh, jawel, echt. En daar is een trappen vanaf. Oh. Dus ik, uh, ik kan niet meer trappen, maar daarvoor ga ik uh, vaak. Uh, ik sta Dus jij vaak. hebt echt een super actief bureau. Ik ja. heb namelijk zelf ook zo'n bureau wat je mogen en omlaag kan draaien. In Doe het begin niet. ging ik braaf staan. Tegenwoordig zit ik wel op een wiebelkruk. Hè? Ja. Dus ik zit wel actief dynamisch. Maar echt staan je zet komt niet er niet meer van. Ah, nee. oh, wat moeten we daaraan doen? Ja, ik weet niet. Misschien deze studie nog eens een keer goed lezen. Goede tip. tip.